Goedenavond, het is zaterdag 17 december. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. In het asielzoekerscentrum aan de Laurens Stommesweg in Middelburg is vanmorgen tegen 8 uur brand uitgebroken. De brand woedde op de vierde verdieping van het gebouw. Zo'n 280 bewoners moesten het pand verlaten. En door de brand raakten een aantal mensen gewond. Er zijn hier 5 mensen gezien met ademhalingsklachten en er zijn 3 mensen naar het ziekenhuis vervoerd. Ter plaatse bij de Sprong, dat is de opvanglocatie, zijn huisartsen aanwezig, ook het Rode Kruis. En die helpen daar mensen met ook ademhalingsproblemen, klachten. Ze kunnen zich daar melden. In de opvanglocatie bij Sporthal de Sprong vertellen bewoners over de oorzaak van de brand. Ik heb verschillende inwoners van het AZC gesproken en zij vertellen mij allemaal dat er ruzie was in het gebouw tussen 2 bewoners en dat de brand daarna met opzet is aangestoken. Een groot deel van de mensen moet in de sporthal overnachten. Omdat ze niks mee mochten nemen, wordt er daar gezorgd voor levensmiddelen en warme spullen. Er worden net sokken uitgedeeld, begreep ik, 100 sokken. We hebben eten aan het uitdelen en we zijn aan het kijken wat we de rest van de dag nog nodig hebben. En hoeveel mensen we straks moeten uitplaatsen als het gebouw niet meer beschikbaar is. Hoe gaat het met de mensen? Nou, mensen worden onrustig nu omdat hun telefoons liggen daar. Ze zitten hier met de kleren die ze aan hebben, zitten ze hier op een stoeltje in de wachtzaal. Er wordt goed voor hun gezorgd, maar ze missen dingen. Dames en heren, hier op Baarland. Kom dat zien. Een prachtig orgel in de kerk. Prachtige vertellers in de tuin, een prachtig kasteel. Wat willen mensen nog meer? De kerstmarkt in Baarland stond dit jaar in het teken van Charles Dickens. We zijn in Charles Dickens-stijl omdat je een thema moet hebben dat past bij het slot Baarland. En een beetje bij de middeleeuwse kerk. In de kerk was onder meer een klederdrachtpresentatie van Mooi Zeeland. Maar buiten was er ook van alles te doen. In de gemeente Rijmerswaal met de buurtbus op afroep maakt een doorstart. In deze proef brengt de buurtbus je voor €2 van deur tot deur. En dat is voor sommigen makkelijker dan wanneer je met de gewone lijndienst moet. Omdat de verbindingen, die stoppen niet voor de deur natuurlijk. Die stoppen wel op een plein, maar niet voor de deur. In de proef wordt onderzocht of dit type vervoer in de toekomst een alternatief of aanvulling kan zijn voor het bestaande openbaar vervoer. Maar echt veel ritjes worden er tot nu toe nog niet geboekt. Zeker niet door jongeren. Nog niet, omdat het vroeger ontmoetingsbus heette. En ik heb bij de jongere passagiers wel eens gevraagd van, kennen jullie de ontmoetingsbus? Nooit van gehoord. En dat ligt ook omdat ze het associëren met ontmoetingsbus ouderen. En daarom is ook de naam veranderd van ontmoetingsbus naar buurtbusflex. Ook zijn de tijden waarop je kunt reserveren nu nog beperkt. Namelijk alleen op dinsdagmiddag tussen 12:30 en 3:00. Dat is natuurlijk niet zo lang. Als je een paar dingen wil doen of zo. Ja. Ergens op de koffie, dat gaat eigenlijk niet. Ik vind de tijd beperkt dan. Ja. Dus dat moet veranderd worden wat u betreft? Dat kan wel. Zal ik hem even aanpakken? Volgens de gemeente wordt daar hard aan gewerkt. Vanaf februari rijdt de bus waarschijnlijk vaker en langer. In de derde ronde van de KNVB-beker troffen vanmiddag Kloetingen en GPC elkaar op het Wesselopark. De vierde divisionist in het groen-wit kwam al vroeg op voorsprong door een doelpunt van Valentijn van Keulen. Na bijna een half uur was het weer raak voor de Beverlanders. De boomlange Doesburg kopt hier de 2-0 binnen. Het was volop verdedigen voor derde klasse ploeg GPC Vlissingen. En die verdediging kon niet voorkomen dat het hier 3-0 werd. De tweede helft dan, met al heel vroeg de 4-0. Een prachtige stiftbal van Ruben de Jager. Een prachtige actie van Valentijn van Keulen. Hij legt de bal af aan Regilio van de Pitten, die de 5-0 op het scorebord zet. En dan vlak voor tijd, een voorzet van Kloetingen. En die wordt droogjes ingekopt door Jeroen de Jonge.
En daarmee is ook de eindstand van 6-0 op het scorebord gezet. En bekert Kloetingen een ronde verder, ten koste van GPC Vlissingen. Vanmorgen lag de temperatuur dus onder het vriespunt, wat lokaal zorgde voor gladde wegen en witte velden, zoals hier te zien in Burghaamstede. De zon overheerste en met een matige zuidenwind hadden we een kalme dag te pakken. Vannacht zal hier weinig aan veranderen. Het blijft voornamelijk helder en dat zorgt ervoor dat de temperatuur weer behoorlijk kan teruglopen naar -2 aan de kust tot -6 of zelfs net iets kouder in het binnenland. Pas dus weer op voor gladheid. Morgen begint koud en zonnig met in de middag een temperatuur van 2 tot 3 graden. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, op nadering van een warmtefront. En een warmtefront mag het zeker heten, want de temperatuur loopt in de loop van de nacht op naar zo'n 10 graden. Al gaat dit wel gepaard met behoorlijk wat regen en een toenemende wind. In de loop van maandagochtend wordt het op de meeste plaatsen droog, al is er lokaal nog wel kans op een bui. Dinsdag blijft ook de bewolking overheersen en valt de regen, voornamelijk in de middag en avond. Dit met een zuidwestelijke matige wind en temperaturen rond de 11 graden. Woensdag gaan we de zon wel wat meer zien, maar we houden de kans op een bui. Voorlopig dus warm voor de tijd van het jaar en behoorlijk wisselvallig. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik zie u zo graag weer terug voor een terugblik op de afgelopen week.